Huis 73 presenteert 75 jaar vrijheid in Vught. Een podcast over oorlog, vrede en vrijheid. Leuk dat u luistert. Aflevering 1, oorlog. 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 Ja, dat er heel veel gevochten wordt en dat er heel veel leiders zijn die tegen en voor zijn. Verdriet. Niet leuk. Verdriet en een kapot land. Ik denk dat je dan meer iets ruikt, bijvoorbeeld van pistolen. Dat ik moet onderschuilen en dat ik snel moet zijn. Omdat sommige mensen willen dat hun land groter wordt en dan gaan ze oorlog vieren. Omdat de anderen dan meer willen dan de andere mensen. Vragen of ik hun land mag of niet. Wij willen dit, wij willen dat, maar Nederland die wou dat niet. Dus toen kwam er zeg maar een gevecht met praten en toen zo begint de oorlog eigenlijk. En dan meestal de mensen die er eigenlijk niks mee te maken hebben, die gewoon daar wonen, die zijn er eigenlijk meer te dupe van. Dus dan heb je eigenlijk voor niks oorlog gevoerd. Ja, ik zou me echt niet fijn voelen. Ik denk dat het een hele treurige tijd was voor de mensen die daar waren. Ook omdat je gewoon alleen maar vliegtuigen hoort en bommen. En dat je dan alleen maar in angst zit van, komt het niet op mij? Of stort dat vliegtuig niet neer? Iedereen moet gewoon normaal kunnen leven. Thuis. En ik denk ook soms op school. Ik heb wel echt gewoon ruzie. Ik kan me niet soms voorstellen dat mensen nooit ruzie hebben. Ik sla hem gewoon terug en dan ga ik weer aan het werk. Soms hebben we gewoon ruzie en ja, ik denk dat iedereen dat wel eens op de wereld heeft. Soms dan ben ik er gewoon klaar mee en dan denk ik even van, ja, nu kun je het terug verwachten. En ik denk dat het dus zo ook eigenlijk in de oorlog gaat, maar dan voor heel lange jaren en jaren. Ik denk ook dat mensen die daarmee beginnen, dat zij heel boos zijn. Als je ook met die mensen praat daarover, dat ze dan waarschijnlijk ook minder boos worden. Zodat ze ook minder snel dat soort dingen in hun hoofd halen om het te doen.